Welkom bij Ouderverstoting overwinnen. Mijn naam is Alex Miguel en hier leer jij hoe jij kinderen het allerbeste kan beschermen. En vandaag ga ik het hebben over parallel solo ouderschap. Het magische woord wat heel vaak gebruikt wordt in jeugdzorg vooral met ouderverstoting van er is een conflict met ouders en als wij dit para solo ouderschap gaan toepassen dan worden alle problemen opgelost. Maar zoals jullie waarschijnlijk hebben gemerkt: dat is absoluut niet het geval. Sommigen van jullie zitten al in het direct. traject. Anderen hebben dit aangeboden, waarschijnlijk bij een, uh, een OTS, wanneer er een OTS is uitgesproken. Weet je wat? Para, solo, solo, parallel, parallel, solo, ouderschap. Dit gaat alles oplossen. Dus uh, ja, ik hou van onderzoeken. Ik hou ervan om te kijken, wat is het nou eigenlijk? En waar je achter gaat komen is dat de uitvoerders zelf eigenlijk ook geen idee hebben wat het nu is. Sterker nog, ze gaan van alles verzinnen. En dit gaat ervoor zorgen dat jij uh, eigenlijk verder verstoten wordt van jouw kind. Maar niet getreurd, je kan een aantal elementen, een aantal aspecten van parasolo-ouderschap, solo-parallel, SPO-Peso. Kan je alsnog gebruiken in jouw voordeel. Maar niet hoe jij denkt. Je gaat absoluut niet geholpen worden door de jeugdbeschermers. Ook het hele het thema van uh, de communicatie, hoe dat moet, gaat je absoluut niet helpen. Dus nu gaan we hier naar kijken: van, uh, wat is er nou aan de hand? Ik hou van wetgeving. Wetgeving gaat je helpen. Zorg ervoor dat jij weet wat er in de wet staat. Want wat mij heel erg opvalt en waar we blij over mogen zijn, is dat het vaak in de wetboeken staat, alles goed. Het gaat over de uitvoering. Dus worden de wetten goed nageleefd? En alle jeugdinstellingen, alle jeugdzorg, GI-instellingen, die zouden dit allemaal moeten weten. In de praktijk weet je dus niet hoe het zit met de wet. Ze zijn vooral bezig met gevoelens en emoties. Helaas de verkeerde. Allereerst gaan we met mee naar het uh, Jeugdinstituut, de site van het Jeugdinstituut. Nederlands Jeugdinstituut, nj.nl. Hier staat echt heel veel informatie wat je gaat helpen. Alles over co-ouderschap, zorgregelingen, omgangsregelingen. Komt erop neer, je bent twee ouders en je moet allebei voor je kinderen zorgen. Hoe doe je dat? Allereerst heb je coöperatief ouderschap. Dit is wat je wil hebben. Ouders communiceren regelmatig met elkaar, rechtstreeks contact met elkaar. Ouders werken samen om problemen met de kinderen op te lossen en activiteiten te plannen. Kortom, het mooie plaatje. Maar helaas, jij zit niet in zo'n situatie. Jij hebt conflicten met je ex. En er hebben heel veel uh, ja, onderzoekers naar gekeken. Het is nog onduidelijk wie er precies achter parallel ouderschap zit. Dus te, het is goed voor jou om zelf te gaan kijken naar als jij in de trek zit. Waar haalt de jeugdwerker zijn informatie vandaan? Heel vaak ga je merken dat ze maar gewoon wat bezinnen. Op basis van een paar principes. Allereerst. Dus de ouders hebben zo'n groot conflict. En daardoor verliezen ze de kinderen uit het oog. Ze zijn niet meer in staat om goede besluiten te nemen. Ze zijn alleen maar bezig met elkaar en met de kinderen. De aanname is dat allebei de ouders het beste voor hebben met hun kind. Een tweede aanname is, de ouders zijn redelijk. En het probleem is puur het contact tussen de ouders. Dus je zie je al, er wordt absoluut niet, geen rekening gehouden met een narcist, die er alles aan doet om jou te vernietigen en om je kinderen te vernietigen. Dus daar gaat het sowieso om is. Maar wat is het nu? Want je gaat er traject in en je denkt, wat is het nu? Parallel ouderschap betekent dat de ouders hun kinderen... elk op hun eigen manier opvoeden. Zonder dat ze het onderling afstemmen. Ze praten ook wel over schotten die er tussen de ouders moeten komen. Dus jij, jij voedt je kind op een bepaalde manier op. En je ex voedt je kind op de mishandelende manier, mishandelende manier op... Dus weinig communicatie en emotionele betrokkenheid tussen ouders. Waar komt dat vandaan? Ze gaan ervan uit dat ouders alleen maar met elkaar bezig zijn. En jij moet het zo doen en jij moet het zo doen. En dat dat dus de reden is. Dus nee, jij moet je, hou, uh, je moet je bezighouden met je eigen opvoeding. Er worden duidelijke afspraken gemaakt om conflicten te verminderen of te voorkomen. Dat zie je vaak in een ouderschapsplan. staat ook in de wet dat je zo'n plan moet maken. Hier, deze... Uh, afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Plan. En belangrijk is wel dat beide, <coughs> beide ouders zich aan die afspraken houden. Kijk hier, uh, spoiler: hier gaat het dus mis. Uh, er is weinig flexibiliteit. De afspraken zijn leidend. Dus het klinkt goed, hè? Van, er zijn vaste afspraken. Jij haalt de kinderen dan op. Jij bent hier verantwoordelijk voor. En jij, doet, jij bent daar verantwoordelijk voor. Dat klinkt, dat klinkt goed. Want de stelling is, dan hoef je daar niet meer over te discussiëren. Bij parallel ouderschap kan een onafhankelijke derde persoon betrokken zijn die contact tussen ouders ondersteunt. Bijvoorbeeld als er belangrijke beslissingen over het kind gemaakt moeten worden. Dit wordt een bemiddelaar genoemd. Ook als ouders het niet eens worden over het ouderschapsplan, wat dus heel vaak gebeurt, kan een bemiddelaar een uitkomst bieden om een juridisch traject te voorkomen. Deze bemiddelaar kan door ouders zelf gekozen worden. Vaak is dit een mediator of een sociaal werker of iemand uit jeugdzorg. Je ziet al, er gaan een aantal dingen fout. Want een narcistische ouder die houdt zich niet aan afspraken, maar die gaat wel doen alsof hij zich aan afspraken houdt. Dus advies, je komt waarschijnlijk gewoon wel bij de rechter terecht. Dit vertellen ze je vaak niet, hè? Ze willen je vaak in het jeugdzorg direct houden? Met wazige verhalen, ze worden nooit concreet. Daardoor ben jij langer met hun bezig en verdienen ze meer geld. Dus de kenmerken zijn: ouders communiceren onregelmatig of alleen in, in noodgevallen. Dus je bent niet bezig met oh een uh, Pietje heeft dit gedaan en Truusje heeft dit gedaan. Alleen in noodgevallen. Ouders gebruiken e-mail, WhatsApp, een derde persoon of een speciaal schrift om te communiceren over de kinderen. Nou, een van de belangrijke zaken is dat de kinderen dus niet lezen wat er gebeurt in de communicatie. Dus een schrift slaat al nergens op, want uh, de narcistische ouder zal vaak dat schrift makkelijker laten lezen aan de kinderen, en die zal ook allerlei verwijten erin zetten. Dus dat wil je niet. Dus e-mail is eigenlijk wel het allerbeste. Dus dit, het grootste voordeel is voor ouders die te maken hebben met echt een zwaar psychopaatische narcist. Dus eentje die echt fysiek aanvalt, te zijn ouders die hebben echt te maken met zware mishandeling. Dan is het goed om die ouder gewoon niet, die narcistische ouder niet meer te zien. Dus in dat geval is dat wel goed. Alleen, de, je hebt verschillende soorten. Je hebt de psychopaat, maar je hebt ook de borderline-ouder... die echt um, ook alleen maar chaos wil. Kan het ook goed zijn om deze alleen per e-mail te zien? Eigenlijk, eigenlijk ben ik het hier wel mee eens. Want het is wel goed om dit per e-mail te doen. Want in de praktijk, één op één... Ja, het is leuk als je opname wil maken, maar die, die gaat of keer, of die gaat weer een drama gooien. Dus op zich vind ik e-mailcontact wel goed... Dus ouders zetten zich los van elkaar in voor de belangen van de kinderen. Let op wat er mist, hè. Kom ik zo op. De overgangen van de kinderen van het ene naar het andere huis... vinden plaats op een neutrale plek. Met weinig communicatie tussen de ouders of via school. Want er zijn echt geweld... De ouders zijn verschrikkelijk. Beide ouders houden zich aan de ouderschapsplannen. Ouders hebben een externe instantie nodig om punten op te lossen... waar ze het niet over eens worden. Kijk, um, dus je gaat zo'n ouderschapsplan opstellen. Moet bij wet. Alleen gaat merken dat de narcistische ouder die gaat uh, of allerlei wazige dingen erin zetten. Die gaat daar gewoon in zetten, bijvoorbeeld van: Oh, je mag uh, uh, je kind nooit zien op zijn of haar verjaardag. Of je mag die uh, je kind nooit bellen als hij bij mij is. Dus allerlei regels die niet in het belang zijn van, van jullie kinderen. Dus nu kom je bij zo'n jeugdwerker en dan verwacht je dat hij daar wat aan zal doen. Maar die hebben daar geen verstand van. Die zijn alleen maar bezig met reflecteren. Oh, ik ga wel met die narcistische oude praten. Reflecteren, dan komt die wel tot inzicht. Maar als die oude gewoon voet bij stuk houdt. Ja, dan is het maar zo. Dan heb, je, dan heb je gewoon weinig. Dan kan je er weinig mee. Dus de, dat is een van de redenen waarom de jeugdwerk je gewoon absoluut niet gaat, uh, gaat helpen. Iedere oude is verantwoordelijk voor de eigen relatie met het kind. Ja, ja klinkt allemaal goed hè. Waar letten ze dus niet op? Op de wetgeving. Ik pak hem erbij. Heel belangrijk. Heel belangrijke wettekst is dit. Artikel 247. Personen- en familierecht. Dit gaat over wat je als ouder verplicht bent. En dit krijg je vaak niet te horen. En dit is ook vaak waar... Uh, begeleiders van uh, Parallel Ouderschap zich ook niet aan houden. Maar dit is wel waar je op kan beroepen. Want wat missen ze? Dus het ouderlijk gezag... Lid 1. Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder om zijn minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Wat je vaak merkt is dat dat parallel ouderschap dat wordt dan gebruikt. Hè? Als je uh, stel je hebt een, uh, te maken met een moeder, jij bent de vader en je ziet je kind maar één keer in de twee weken. Die moeder gaat dit juist gebruiken om nog meer afstand te creëren. Dus dit is perfect voor de ouder die doet aan ouderverstoting. Dus perfect. En die zegt dan: Jurgen zegt dan van ja, maar dat, dat zijn schotten. Je moet ze uit elkaar halen en zo. Ja, dus nog meer nadeel. Wat is nou verzorging? Onder verzorging en opvoeding, let op, wordt medeverstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor de geestelijke en lichamelijke welzijn en de veiligheid van het kind. Als mede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Ja, de narcistische ouder is alleen maar bezig met geestelijke mishandeling. Wordt niet gezien. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enig, een of, uh, wat staat hier? of enig andere vernederende behandeling toe. Dit is eigenlijk de wet die zegt dat narcissen hun kind niet mogen kleineren, hun kind niet neer moeten halen, geen emotionele mishandeling mogen toepassen. Dus dit artikel is daar perfect, van. perfect voor. Dus mocht jij het volledige gezag willen, je hoeft alleen maar aan te tonen dat jouw uh, ex dit dus niet doet. En daar gaat dit traject, parallel ouderschap, je wel bij helpen. Nummer drie. Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen. Wauw. Lees je dit? Jullie moeten de band met de andere, met de andere ouder moet bevorderd worden. Precies tegenovergestelde. Nou, en dit wordt ook misbruikt uh, met parallel ouderschap. Dan wordt er weer gezegd: schot, het moet uit elkaar gehaald worden. Uh, de ouders bemoeien zich alleen met, hun, uh, met de opvoeding van hun eigen kind. Maar dit geeft eigenlijk, uh, omdat dit dus niet wordt toegepast, de narcistische ouder een vrij kaartje om het kind gewoon weg te houden bij jou. Punt 4. Lid vier, een kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen. Dus dit gaat om wat gebeurt in uitscheiding. De ouders houden het recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Dus het mag niet zo zijn dat één ouder veel meer invloed heeft dan die andere ouder. Dus in de praktijk krijgen we dat wel, maar dat komt door de tijd. Hè? Als jij te weinig tijd hebt met je kind, dan krijg je dat. Dus lid 5 gaat over het ouderschapsplan. Ja, dat gaat over het ouderschapsplan. Dus. Wat jeugdzorg vaak niet beseft of doorhe doorheeft. ook al met solo parallel ouderschap, waar we hier zitten. dit gedeelte. Je moet je nog steeds aan de wet houden. Alleen de praktijk. het parallel ouderschap. wordt gebruikt. als vrijkaartje. om die kinderen dus weg te houden van jou. En hoe kan dat? Nou, simpelweg omdat jeugdhulpverleners zijn. pools mensen. zijn niet bezig met de wet. En ze hebben de, zij denken. Dat allebei de ouders het beste voor hebben met hun kind en dat puur gaat om het conflict en je hebt emoties uit het huwelijk, want je hebt die scheiding, wat erg. Um, andere ouder heeft een andere mening en jij wil, jij wil dat je kind op een bepaalde manier wordt opgevoed. Dat moet aangepast worden. Of je hebt nog trauma's. Dus ze zijn eigenlijk daarmee bezig. Hier is een voorbeeldje van uh, van Enver. Maak het iets leesbaarder. Hun folder. Hier geven ze aan wat ze doen. Soms lukt het absoluut niet om na een scheiding gezamenlijk het ouderschap te blijven delen. Dus het samenwerken wordt lastig. De werkwijze: je krijgt één of twee ouderschapsbemiddelaars en die gaan individuele uh, gesprekken voeren. Het is maatwerk, ook iets wat ze. Het is maatwerk, maar dat wil eigenlijk zeggen: we weten niet wat we doen. Zes tot negen maanden zal het duren. De gesprekken vinden gemiddeld één keer per twee weken plaats. Levens vinden er minimaal twee kindgesprekken plaats door de kindwerker. Er zijn evaluatiemomenten. Heel veel van deze dingen doen ze in de praktijk dus niet. Wat is het doel van de gesprekken? Kijk, hier zie je dus ook waar het misgaat. De ouder weer grond onder de voeten geven, verbinding maken met de eigen gedachten, gevoelens en behoeften. Op zich is dit niet verkeerd. Als jij in een traumatische relatie hebt gezeten met die ex, dan moet je weer tot jezelf komen. Maar deze jeugdwerkers zijn daar absoluut niet voor opgeleid. Dus wat, wat krijg je dan gewoon gesprekken met? Ja, je moet gewoon uh, kunnen loslaten dat jouw ex het op een andere manier doet. Maar zij hebben het over een hele andere manieren van uh, opvoeden. Ja, ik wil uh, dat er om zes uur wordt gegeten. Ja, maar ik vind het om zeven uur. We hebben niet over mishandeling. Verbinding tussen ouder en kind verstevigen. Kind weer in beeld. Want jij bent constant aan het vechten met die ex. En daardoor Verlies jij je kind uit beeld. Dus ze gaan ook geen onderzoek doen om te kijken: is dat wel zo? Nee, bij een conflictscheiding zijn ouders in gevecht en daardoor verliezen zij hun kinderen uit het oog. In plaats van ...één ouder is jou constant aan het aanvallen. Paste op maat gemaakte afspraken, pas leggen we bij ouders op onafhankelijke wijze het ouderschap in beide huizen kunnen vormgeven. Een plan waar de narcist zich niet aan gaat houden. ...de-escalatie van de conflict. Dus niet oplossen. Dus wat je wel ziet is dat die narcist... ...die probeert jou constant uit te lokken. Die gaat allerlei beschuldigingen naar je uiten. En als jij nog niet geheeld bent... ...en je, bent nog steeds, ja, je zit nog steeds in de traumarespons... ...dan ga je daar iedere keer mee. en ga je reageren, word je boos. Dus, maar dat gaat ook mis bij, uh, bij de e-mail. Die gaat allerlei leugens vertellen. En als jij niet oppast... ...dan ga je ook verwijtend terugpraten. En dat is wat de narcist wil... En nu gaan ze in zo'n traject gaan ze meekijken met de e-mails. Dus ze doen er verder niks mee. Maar toch gaat het jou helpen. Ga ik je zo vertellen waarom. Dus we hebben hier vijf uh, thema's: de steviging van de eigen grond van de ouder. Dus het gaat over eigen gedachten, gevoelens, behoeften. En verbinding uh, met het kind. Van, uh, wat zijn nou jouw waarden? Hoe wil jij je kind opvoeden? Wat is het om parallel ouders te zijn? Er is verschil. De andere ouder gaat verschillend opvoeden. Ja, mishandelend. Maar daar praten ze hier niet over. Deescalerend communiceren. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag. Dus die narcissie is iedere keer bezig met. En het gaat fout en het komt door jou. Dus je wordt constant, krijg jij de schuld. De strijd niet meer aangaan. Zelf beslissen uit het strijdpatroon te stappen. Ook als de andere ouder dit niet doet. Dus ze zijn vooral ook bezig met jouw aandeel. Dus stel naar jou, ja, je stuurt perfecte e-mails. Maar die ex, die de X ex, die blijft doorgaan met rottigheid uithalen. Zij doen daar niks aan. Jij bent verantwoordelijk voor jouw aandeel. Dus waar jij hoopt van, hé, hey, doe je daar iets mee? Nou ja, het enige wat ze doen is aangeven bij die ouder. Wees iets meer de-escalerend. Maar jij hoort er niks van. Dus jij kan. Ja, kijk, is een vrij kaartje om jou te mishandelen. Bewust kiezen waar je wel of niet op ingaat of over communiceert. Waarover moet er gecommuniceerd worden? Dus dit wordt dan weer misbruikt. Zo, je hebt een borderline-ex borderline en je hebt al die trucjes al door. Die zal juist zo min mogelijk willen communiceren. Zeker als dit een persoon is, de ouder is die de kinderen het vaakst heeft, die gaat gewoon alles negeren. Dus uh, we hebben net gezien, je moet overleggen over de kinderen. Je moet overleggen over school ziekenhuis, over belangrijke zaken... moet je als gezaghebbende ouder... moet je overleggen. Dus dan denk jij... binnen parallel Ouderschap... hoort dat erbij? Nee, daar kijken ze gewoon niet eens naar. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen aandeel. Maar wat als die andere ouder... constant de wet overtreedt? Ja, daar gaan ze niet over. Maar jij kan het wel gebruiken, want wat... Nou, ik, ik verklap het vast. Want wat heb jij met al die e-mailtjes? Jij kan aantonen... hé, hey, dit zijn zaken waarover overleg moet worden... Narcissische ex, die doet dat niet, die reageert niet, is niet in staat om dat te doen. Dus die houdt zich niet aan. Was ik artikel 247, rechter? En jij kan aantonen dat jij je wel consequent eraan houdt. Dus dan zie je dus al dat er één kant is die constant niet overlegt, die geen belangrijke informatie doorspeelt. Dus dit zijn hun pijlers. Zijn dus absoluut niet bezig met wat als er... Ja, als een van die ouders zich er niet aan houdt. Want het staat er mooi, hè? Van, je moet je aan de regels houden. Maar die ene ouder doet het consequent niet. Maar dit gaat je wel helpen. Even kijken. Over die vaste afspraken. Ouderschapsplan. Is goed. Je maakt afspraken. Wie gaat naar het casino van de kinderen? Wie brengt wie wanneer? Maar als hij uh... Exes verkeerde afspraken maakt, komt gewoon in het plan. Jij denkt, jeugd hulp, help mij, slaat nergens op, mag niet, niet in, uh, in het belang van het kind, want dat moet ook Het moet altijd in het belang van het kind zijn. Uh, je gaat rare dingen horen, je gaat zelfs horen van ja, maar ja, als uh, de moeder boos wordt, dan is het toch niet in het belang van het kind, en daarmee krijgt weer die narcisse ouder krijgt altijd een vrijkaartje. Die kan alles doen, want als die ouder boos wordt, dat is niet in het belang van het kind. Maar zo moet de wet niet worden uitgelegd. Maar de jeugdwerkers, die snappen het niet. Uh, dus zo kan het voorkomen dat je niet eens naar, je, naar het ziekenhuis mag. als je kind in het ziekenhuis ligt. Dus dan kan een mediator kan uitsluitsel uh, bieden. die kan aangeven met: oké, okay, ga je hier aan committeren? Ik zeg ja of nee. Alleen de kans is groot. dat die mediator gewoon de kant weer kiest van die narcistische ouder. Want die narcissische ouder gaat zeggen. Nee, uh, als, als mijn kind bij mij is op mijn verjaardag, dan is het absoluut niet goed voor mijn kind om de vader of moeder te zien op die dag. Dat is zo slecht voor het kind en die denken verder niet aan. Die denken, weet je wat, het belang van het kind, dat doen we niet. De beste optie is om naar de rechter te gaan. Maar parallel solo-ouderschap is juist om de gang naar de rechter te voorkomen. Maar het advies is om dat wel te doen. Zorg ervoor dat je eerst bewijslast hebt. En dat doe je dus om door eerst dit recht aan te gaan. Maak dat plan maar. Kijk wat er gebeurt. Dus, zelfs al mag jij naar het ziekenhuis. Zou je kinderen in het ziekenhuis. en je mag bij, bij Gods creatie. mag je naar het ziekenhuis. dan zal die narcissische ouder. zo alles aan doen om jou weg te houden. Um, dat is al met contact opnemen. met de, de andere ouder. Je mag gewoon bellen. op een normale manier kan het. Hè? Dus. de kinderen mogen altijd contact opnemen. met die andere ouder. Dat mag. Dus, ook al staat het in het plan. Die narcistische ouder gaat op een... Ja, met een onbewuste manier... die gaat dat kind, jullie kind duidelijk maken van... liever niet dat je belt. En jeugdzorg doet daar niks aan. En als jij wel contact op mag nemen... dus het kan goed zijn, op een goede manier... dan zal die narcistische uh, vader of moeder... die zal dan ook heel vaak... vaak als je ook 50% hebt... die zal heel veel contact opnemen met jouw kind... als hij bij jou is. Maar niet op een leuke manier... Op een negatieve manier. Dus je zal allerlei berichten sturen om jouw gezag te ondermijnen. En daarom zit jou, daardoor zit jouw kind de hele tijd met de gedachte bij de ex, maar op een negatieve manier. Maar daar wordt ook niks aan gedaan. Best is om gewoon die telefoon af te pakken als dat gebeurt. Want als jij, uh, ja, het maakt niet uit, je kan zeggen bel minder, maar dat doen ze toch niet. Wat jij wel mag doen, is gewoon zorgen dat die smartphone niet in handen is van jouw kind. Dus je kan de rechter laten beslissen, maar wacht even, Tony is aan. Zorg dat jij heel veel e-mailbewijzen hebt dat die ex zich gewoon niet aanhoudt. En dan kunnen dwangsommen worden opgelegd. Dus het voordeel is weer, hè, je hebt weinig contact met die ex. Zeker met zo'n borderline die dramatisch gelopen doen. Maar sommige dingen zou je nog steeds moeten overleggen. Schoolkeuze bijvoorbeeld. Dit gaat een groot probleem worden. Stel nou je moet met je kind naar een psycholoog en uit overleg blijkt een narcistische ex doet dat niet. Je kan naar de rechter gaan, je kan het aanvragen, je kan aantonen het is nodig. Dus blijf niet te lang hangen in jeugdzorg, want die zeggen weet je wat, wij regelen dat wel. Je kan heel veel dingen kan je gewoon zelf bij de rechter sneller oplossen. Dus het grootste voordeel van parallel solo ouderschap is het bewijzen wat je kan aanleveren, want al die e-mails die gaan dan ook naar zijn jeugdwerker toe in de CC. Alsof je klein kind bent. Maar daardoor kan die narcisse actie zich gaan inhouden. Die kan denken van oh, er wordt meegekeken. Maar vaak doen ze gewoon nog steeds wat ze zelf willen. Want ze worden toch niet tegengehouden. Maar jij kan wel aantonen dat jij het wel goed doet. Dus jij bent wel open voor contact. Jij bent wel open voor overleg. Jij vraagt. Jij, jij deelt de informatie. Dus kortom, jij bent de goede ouder. Wat je ook bent. Dus die narcist die gaat of die gaat allerlei wazige e-mails sturen met allerlei beschuldigingen erin. Waarbij jij je dus in moet houden. En dan uh, is er, zijn er leuke technieken die je kan toepassen. Je kan ijskoud blijven. Sommigen houden daar niet van. En je kan ook vragen stellen van, oh, hoe bedoel je dat dan? Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Dus die, die ex wordt helemaal gek daarvan. Maar kortom, er is veel aan te doen. Al die e-mails zijn bewijs. Jij doet het op de juiste manier. Jouw ex niet. Die overlegt niet. Parallel ouderschap. Gebruik het als bewijsvoering. Die gesprekken. Met de jeugdwerker ga je ook niks mee. Uh, gaat er, ook niks, er gaat niks van komen. Je, je krijgt alleen maar wazige gesprekken. Het kan soms helpend zijn als je nog heel emotioneel bent, getraumatiseerd bent, maar je kan beter naar een psycholoog gaan om dat trauma te verwerken. Dus niet met hé, hey, misschien moet je er anders naar kijken. Of wat ze ook aangeven met ja, als je andere ouder zo vaak boos wordt, dan is het toch beter voor jou om dat dan los te laten? Dus je krijgt allemaal onzinnige informatie. Ze zijn niet bevoegd. Het zijn, ze hebben niet de opleiding ervoor. Maar soms moet je dit spelletje meespelen... om later bij een rechter aan te kunnen tonen van... kijk eens, ik heb het wel gedaan. En op zich, het uh, e-mailcontact is goed. En alsof het overlegd is, het ook goed. Waar het misgaat is, waar die ex dus ja, gewoon dus niet overlegt. Of wel verwijtend blijft. Daar gaat het mis. En daar zijn de tools niet voor. Dus dat ga je niet mee bereiken, maar op zich, het e-mailcontact is wel goed. Kijk, het nadeel, er zijn nog meer nadelen. Stel, je kinderen zijn heel klein en je ziet je kinderen bijna niet. Eén keer in de twee weken. Een kind vertelt vaak niet wat er gebeurt is vorige week. Oh, weet je wat ik heb meegemaakt als er vier of vijf zijn. Dus wat doe die ex, die gaat ook niks vertellen. Dus je krijgt gewoon niks te horen. Dus je wordt uit het leven van je kinderen geweerd. Die weten helemaal, die, die doen heel veel dingen zonder jou. Maar dat zou ook zon... Dus je bent eigenlijk al bezig met uh, solo-parallel ouderschap. Wordt hier niet mee opgelost. Je wordt nog steeds weggehouden door die ouder uh, bij school. Alles. Of, uh, of die gaat zich mengen in sportactiviteiten. Als jij je kinderen wel vaker hebt. Dan gaat hij uh, de leuke ouders spelen. Dan gaat hij scheidsrechter spelen. Dit wordt er allemaal niet mee opgelost. Je krijgt een verslag aan het eind van zijn traject. Maar ook aan het begin van zijn traject. Jeugdzorgmedewerkers, die moeten transparant zijn. Dus die moeten de waarheid erin zetten. Dus als één oude zich er niet aan houdt, moet dat erin staan. Wat je vaak krijgt, is dat ze alleen maar over jou gaan praten. Want dat is voor hun veilig. Je kan ze gewoon dwingen. Je kan ze dwingen om erin te zetten. Hoe zijn ze tot bepaalde besluiten gekomen? Hoe verloopt het traject? Want je zit bijvoorbeeld in zo'n OTS en die moet verlengd worden. Maar vaak helpt het dus gewoon niet. Maar een uh, ja, toon is aan... We hebben nu afspraken gemaakt. Uh, zijn de kinderen nu rustiger geworden? Want dat zeggen ze. Hè? Omdat er nu afspraken... Er zijn nu duidelijke afspraken gemaakt. En door het maken van die duidelijke afspraken... gaat het nu beter met die kinderen. Maar dat slaat nergens op. Want dat is niet het probleem. Het probleem is die ex. Dus je kan ze best vragen. Vertel, hoe. Uh, Oké, okay, we hebben nu afspraken gemaakt. We hebben duidelijke afspraken gemaakt. Is het nu beter met die kinderen? En wie toetst dat? En hoe toetsen jullie dat... Hebben ze twee kindgesprekken. Door mensen, door die ook niet bevoegd zijn. De enige die dit kan, is een goede psycholoog. Die kan met je kinderen praten. Want wat als zomaar een jeugdwerker met je kind praat. Kind is bijvoorbeeld al richting het verstoten van jou, die zal zeggen. Ja, en ik wil inderdaad niet bij mijn papa zijn, mijn papa scheelt of mijn moeder scheelt. Die zal al meepraten met die narciste ex. Maar zijn jeugdwerker heeft dat niet door. Heel belangrijk om jouw kind bij een psycholoog te krijgen als die al daar is. Om dat eruit te krijgen. Is hij nog niet zover? Die ex is bezig om dat te doen. Dus jij moet nu al bezig zijn. En de, deze video gaat er niet over. Om dat tegen te gaan. Om al die aanvallen tegen te gaan. Want er worden gigantisch veel leugens over jou verteld. Waarschijnlijk is die ex bezig om te vertellen. van. oh, en je vader heeft mij mishandeld. of mijn moeder, je moeder heeft mij mishandeld. die is weggelopen. Die, die, uh, die houdt niet van jou. Die, jouw kind krijgt de meest erge leugens. Want het enige doel van jouw narcistische ex is om jou zwart te maken, zo zwart mogelijk. Om te zorgen dat jouw kind jou gaat haten. Dus jij moet er alles aan doen om dat voor te zijn. Dus deze tool kan jou gebruiken, want het maakt dingen meer inzichtelijk. Moesten er afspraken gemaakt worden? Nou, die zijn er, ik doe mee. Pas op, we dingen om afspraken te maken waar je het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld, die ex kan zeggen, zetten van... Uh, uh, jij mag niet mee naar het ziekenhuis. Als jij akkoord gaat, dan stem je daar mee toe. En dan zeggen ze achteraf, ja, maar jij, jullie gingen er allebei mee akkoord. Je kan zeggen, ik ga er niet mee akkoord. Maar als een andere instelling daar, bijvoorbeeld een, een mediator of iets, een besluit over maakt, dan ga ik er mee akkoord. Dus ga er ook altijd mee akkoord. Totdat je bij de rechter bent. Want dit werkt natuurlijk niet voor jou. Alleen dit gevecht ga je niet winnen tijdens zo'n OTS. Want die gaan alleen maar... Het, hun doel is eigenlijk houd de narcistische ouder rustig. Zonder dat ze het zo verwoorden. Maar dat is wel wat ze doen. Houd de narcistische ouder rustig. Kind wil, naar, uh, kind wil naar jou toe? Ja, maar dan wordt die narcistische ouder boos. Oh, oh, dat doen we dus niet. Dus ze gaan volop tegen de wet in. Dat is mooi, want als jij een... Uh, een klacht indient daarover. Kun je aangeven. Kijk eens. Jeugdbeschermer houdt zich niet aan de wet. Want, Dus daarmee ga je het winnen. Dus ga niet. Ja, ik heb wel eens een, een ouder gezien die zei: en ik vind dat de jeugdwerk ontslagen moet worden. Als je gaat klagen, klaag over de juiste dingen. Daarmee maak je zaak sterk. En dat ben je dus nu aan het doen. Want die narcistische oude houdt zich dus niet aan de wet. Artikel 247. Moet het contact met jou ook bevorderen? Hoe doet hij dat? Dit, zo, dit zijn allemaal dingen die je kan vragen bij zo'n traject. Je krijgt allemaal wazige antwoorden. Maar je kan verzoeken, kan je mailen naar je ex. Die gaat je, die gaat je negeren en dan kan je dus aantonen: Kijk eens, we moeten het hebben over het ziekenhuis. Ik word genegeerd. Kijk, ik krijg geen documentatie. Ik word genegeerd. Deze ex houdt zich niet aan wat de taken zijn van een ouder, de plichten van de ouder. Dus het is helaas dat het zo moet. Wat je ook gaat merken tijdens een traject... is dat ze weinig op papier gaan zetten. Zorg ervoor dat ze alles op papier zetten. Alle afspraken die ze maken, want ze verzinnen maar wat. Ja, dat hoort er wel bij. Dit hoort niet bij parasolo-ouderschap. Ja, maar waar staat dat dan? Ja, ergens. Dat is mijn ervaring. Alles wat ze zeggen... Oké, okay, dus jij wilt dat ik hier en hier over communiceer. Stuur een mailtje naar die jeugdbeschermer. Stuur een mailtje naar die jeugdzorgmedewerker. Alles moet vastgelegd zijn... Als het niet in de mail staat, is het niet gebeurd. Confronteer ze er maar mee. Als zij zeggen: Ja, ik vind het wel goed dat jouw kind geen contact met jou op mag nemen. Dat gaat in tegen de rechten van het kind. Kind wil het zelf. Oké, okay. tik, 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 tik. Jij hebt aangegeven dat jij wil dat, dat ik geen contact opneem met mijn kind. En mijn kind ook niet met mij. Want dat vind jij dat het niet in het belang is van het kind. omdat het ex boos wordt. Klopt dat? Uiteraard teken. Ja, die, mag je, die mag je vergeten. Gaan ze niet leuk vinden. Maar je gaat ze er wel van mee confronteren. En je kan ze later voor de terugcommissie gooien. Want hey, zij geven jou slecht adviezen. Dit mag gewoon niet, wat ze doen. Dus vandaag een deep dive in parasolo-ouderschap. De onzin ervan. In ieder geval als je te maken hebt met ouderverstoting. Het grote voordeel is de e-mail. En dat jij kan laten zien dat jij je wel houdt aan alle regels van ouderschap. Dank je voor het kijken. Like en subscribe. Wil je meer? Schrijf je in op oudeversnotingoverwinnen.nl. Want daar ga ik veel dieper in op, uh, op materie die niet YouTube-friendly is. Dank je voor het kijken. Tot de volgende video.